alles gegeven, niks gekregen. Hebben jullie te weinig gekregen vandaag? Laat ik het zo zeggen dat we onszelf niet beloond hebben voor de aantal mogelijkheden die je krijgt. Een penalty en in de tweede helft ben je wat opportunistischer. En je weet dat je tegen Atletico een handjevol misschien minder kansen krijgt. Die hebben we vandaag ook gecreëerd. En dan weet je ook dat op dit niveau die ballen erin moeten. Dat hebben we niet gedaan. En daarom voelt de nederlaag extra hard aan. Omdat je het gevoel hebt dat er toch wel wat meer in heeft gezeten vandaag. Ja, want is het een dreun als je meteen naar alle uitslagen in de pool kijkt? Zover ben ik nog niet. Je weet alleen dat we onszelf gewoon niet beloond hebben voor het spel wat we de tweede helft hebben gedaan. Eerste helft redelijk compact verdedigd. Atletico veel aan de bal gelaten, maar ik denk dat daar onze kwaliteit ook ligt. Dat je toch weinig weggeeft, maar zonder dit. Want die kans die zij krijgen, zeker in de eerste helft, die is dan misschien wel meteen raken. Wat gebeurde daar precies bij die goal? Ja, klopt. Ik denk dat onze goal wordt afgekeurd door een aanvallende fout. En dat bij de goal die wij tegenkrijgen ook zo is. Maar daar moet je geen excuus voor zoeken dat de scheids een mindere dag had. Want wat ik net al zeg, wij hebben genoeg mogelijkheden gehad om onszelf te belonen. Hebben niet gedaan. En dan is het helemaal kloten ook dat je vlak na zo'n moment een tik wel een penalty krijgt. En toch met een goed gevoel de rust in kan gaan. En dat is zeker iets waar we na alle penalty's die we gemist hebben wel veel aandacht aan moeten gaan geven. Ja, hoe kun je dat doen? Erop trainen, vaste hoek kiezen, op die manier. Maar ik weet ook dat Andres en iedereen die hem zal nemen met volle overtuiging hem in wil schieten. Helaas hebben we onszelf daarin tekort gedaan. Bayern München wint ruim. Jullie nipt van Atletico. Welk perspectief pak je hieruit? Of is dat heel erg vroeg om daar nu al over te beginnen? Nou, dat je tegen een topteam dat je toch wel weer laat zien hier thuis dat je een tweede helft redelijk dominant kan spelen en mogelijkheden creëert. Alleen dat is Champions League. Die weinige kansen die je daarin krijgt, die moet je dan belonen of afmaken en jezelf belonen. En dus moet je nu ergens anders iets gaan weghalen om het doel te bereiken? Ja, dat ook. Maar daar hebben we alle vertrouwen in. We hebben één wedstrijd gespeeld. We gaan niet met de koppen naar beneden. En dit gaan we morgen met z'n allen nakijken. En dan wacht zondag weer een mooie wedstrijd.